Ongeveer 70 Poolse seizoensarbeiders zijn al sinds afgelopen maandag in staking. Zij weigeren hun werk bij het tandartsbedrijf van Gennep aan het Moorvennen-Nuenen te hervatten. Volgens FNV-bestuurder Wim Baltussen hebben de Polen te horen gekregen dat ze voor het werk van vorig jaar te veel betaald kregen. Dat geld wil Van Gennep terug. Daarom betaalt hij ze nu niet uit. Baltussen zegt dat Van Gennep beloofd heeft met bewijsmateriaal te komen in de vorm van loonstroken. Maar tot nu toe heeft hij dat niet gedaan.